Goedemorgen, machinist. Voor u staat gereed de stoptrein 7023 naar Almelo. Door materieeltekort rijdt u met twee stellen DM90. Vertrek staat gepland om 8:50. Maak uw trein gereed. Laat de passagiers instappen. Een hele fijne rit, als dat maar goed gaat. Dames en heren, welkom bij een nieuwe video van Train Simulator. Vandaag rijden wij... Even kijken, de Buffel Data... Oh wacht, de Buffel heeft nog geen ATB-EG, dat is waar ook. Vandaag rijden wij met de DM90 van Chris Trains natuurlijk. En wij rijden vandaag de stoptrein van zo Apeldoorn naar Almelo. Op de route de Achterhoek en Twentelijnen. Kijk eens eventjes wat hier staat. Hier staat tenminste een mooi treinstel. Ja, en ik wist wel dat DM90 met enige regelmaat werd ingezet als vervanging. Alleen ik wist niet dat ze ook reden op het stuk Apeldoorn-Enschede. Naar Groningen wist ik het wel. Maar dat wilde ik mezelf niet aandoen, want dat is zo'n ongelofelijk stuk grafstuk rijden. Wat is beter dan één vertrekkende koploper? Precies, twee vertrekkende koplopers. Hier gaat de Egon. En hier gaat de reguliere koploper. Het scenario is gemaakt door Hackidee. En als je dat scenario zelf wil spelen, kijk dan even op dutchsims.nl. En hierachter staat nog een DM90 aan de kant. Apeldoorn-Zutphen, dat is dus niet onze lijn. Een screenshotje maken voor mijn thumbnail. Moet ook gebeuren. We gaan vertrekken om 8:20. We zullen eventjes de bestemmingsdisplays aanzetten. Die staan al aan op Almelo. Wij gaan ook niet verder dan Almelo. In de spits gaan de treinen natuurlijk door in de richting van Almelo, Driet, Borne, Hengelo en Enschede. Komt de volgende NS-trein al binnen. Ja, zoals ik al zei, ik wist niet dat het treintype hier ook als vervanging ingezet werd. Ik dacht dat dat nooit gebeurde. Nou ja, goed, zo blijkt maar weer. Dat gebeurde dus wel. Ik vind het wel leuk, want dat betekent diesel onder de draad. Zoals ik al zei, ik wist dat het op Groningen-Zwolle wel gebeurde. Zeker toen NS een overschot had aan DM90, toen ze een aantal lijnen kwijtgeraakt waren. Toen hebben ze het actief ingezet om het spul een beetje in conditie te houden. En ons sein is geel. En onze deuren zijn dicht. Dat betekent dat wij gaan vertrekken in de richting van Apeldoorn-Osseveld. Maar je kan je natuurlijk voorstellen, want DM90 is geen kampioen optrekken, dat het met DM90 wat langer duurde om rijtijd te halen dan met een bijvoorbeeld MAT 64. Maar we gaan wel proberen om op tijd te rijden. Nou, DM90 van Chris Trains die heeft nog geen ATB-NG of ATB-EG aan boord. Die heeft alleen ATB-NG. Ik zal proberen zoveel mogelijk te rijden op ATB-EG. Maar goed, als we een beetje te laat zijn omdat DM90 wat langzaam rijdt, dan zullen we met de NG proberen om toch zoveel mogelijk rijtijd eraf te snoepen door uitgesteld te remmen. We rijden natuurlijk op de Achterhoek en Twentelijnen, gemaakt door Niels. En Julian zegt, de 7000 is oprecht wel de treinserie waar ik de afgelopen 10 jaar op ICR na alles heb voorbij zien komen. Ik geloof het, want het is een beetje een... kijk, omdat het natuurlijk de lijn naar Twente is, is het een beetje een uithoek van het land. En daardoor automatisch een beetje hetzelfde als de schrootlijn. Alle oude meuk komt hier terecht. Zo gaat het eigenlijk altijd. Het komt ook omdat ze hier niet zo heel veel materiaal nodig hebben om die hele lijn te onderhouden. Dus trainfan, tot ziens.
En ja, ICM en Firm, dat was natuurlijk gewoon omdat dat rijdt veel naar Enschede. Dus ja, dan kan je het ook makkelijk inzetten. Het volgende station is station Apeldoorn-Osseveld. Ja, en sinds kort inderdaad wat je zegt, SNG op spoor 3 in Almelo. Ze hebben dat spoor voorzien van een bovenleiding nu. Dus nu kunnen ze daar ook keren met een elektrisch treintje. Wij gaan maar eens remmen voor Apeldoorn-Osseveld. Misschien zelfs een beetje te laat. Dus eventjes wat harder remmen. Maar dat moet wel lukken. Dat moet wel lukken. Nou, SNG is gewoon een trein hoor. Want op een tramspoor gaat het ding het niet redden. Maar wat zit het echt vreselijk. Ik heb vorige week maandag ben ik bij Amersfoort wezen spotten. Nou, daar rijdt een overvloed aan het spul. En dan moet je ook eventjes in SNG een station hoppen, weet je, van Amersfoort naar Baarn. Als je treinen aan het spotten bent. Jongen, wat zit dat SNG verschrikkelijk. Nee, het zit echt verschrikkelijk, Clip. Weet je, ik had daarvoor in ICM gezeten. Ik ben toen overgestapt op SNG en het is echt houten planken gewoon. Verschrikkelijk. In Hilversum weer overgestapt op ICM. Ik had een eerste klas abonnement op dat moment. Heb ik niet gebruikt omdat het heel erg druk was. En ik had geen zin om me in de mensenmassa te begeven. En ja, ik zat in ICM 12. Ik stond op Hilversum helemaal vooraan. Hele wagon voor mezelf midden in de hyperspits. Dus dat is echt tussen 5 en half 6. Waarin het echt het allerdrukst is. Hele wagon voor mezelf. Dat mensen gewoon te beroerd zijn om even naar voren te lopen. Hier het interieur van de DM90. Dit is niet het hele interieur. Chris heeft besloten om het stukje tweede klasse met staattafeltjes en zo na te maken. DM90 had ook gewoon coupeetjes waar je kon zitten. Maar ICM tweede klasse, dat is niet te vergelijken. Echt, dat zit zo lekker. En dan heb je ook nog eerste klasse. En dan heb je Firm eerste klasse. Dan denk ik van ja, geef mij maar gewoon ICM tweede klasse. Voor een Osseveld zijn we in ieder geval op tijd. Ja, precies. Maar als je gewoon slim bent en je loopt even door, dan zit je helemaal in je eentje. Want in Amersfoort, weet je, hij vertrok vanaf Amersfoort Schothorst en de hele dag reed er ICM 12 heen en weer. En ik heb natuurlijk, dat ding was op een gegeven moment, was hij naar Rotterdam weggereden. Dus dan zie je hem een tijdje niet. En ik heb gewoon gewacht tot hij terugkwam. En ik wist, het was precies de trein die ik terug wilde nemen naar Amsterdam. Dat was puur toeval, dat wist ik niet. Dat wist ik pas later. En toen dacht ik van, hé, nou, dan loop ik wel naar voren. Dus in Amersfoort al helemaal naar voren gelopen. Want ik wilde hem filmen natuurlijk. En ik denk, nou, daar gaat niemand in zitten, hè? Dat klopte. En toen de tweede keer wist ik dus, als hij uit Amersfoort komt, is hij leeg aan de voorkant. Maar in Hilversum hoef je maar 3 of 4 wagons naar voren te lopen. Echt niet zo ver. En het was hartstikke druk. Maar niemand loopt naar voren. En dan wordt er vervolgens omgeroepen door de conducteur. Ja, dames en heren, deze trein is een beetje vol. Bla, 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 bla. Als u eventjes doorloopt. En denk ik van, die trein is helemaal niet vol. Mensen zijn gewoon lui. Superhandig. Als je treinspotter bent en je weet bakborden en lengte, de treinlengte en zo. Je weet precies waar dat ding stopt. Je kan precies gaan staan waar je wil. Je weet altijd dat je een plekje hebt. Altijd. Want ook midden in de spits heb je altijd een plekje als je goed gaat staan. Ja, tenzij er een Firm 4 aankomt rijden. Dan ben je ook gewoon de sigaar. Maar goed. Wij rijden intussen met onze DM90 richting Twello. Daarom heeft NS ook de dienstregeling dus afgeschaald om ervoor te zorgen dat alle treinen die wel rijden, gewoon nu wel weer met Firm 10 kunnen rijden. En je ziet, ze hebben afgeschaald en ineens hier in Alkmaar ook, ik zie nu ineens weer Firm 12, Firm 10, Firm 8. Gaat gewoon weer, rijdt gewoon weer voorbij. Dat was een hele tijd niet hoor. Dan was het echt weer een bijzonderheid en nu is het gewoon weer normaal. Wij rijden ondertussen in de regen door Twente. Oh ja, we zijn nog niet in Twente. Maar
We gaan er wel naartoe. Het is alweer een tijd terug dat ik met DM90 gereden heb op mijn kanaal. Ik vind het een leuke trein. Het enige jammer is de maximum snelheid. Of nou, niet de maximum snelheid, want het is gewoon 140, maar het acceleratievermogen. Je ziet, we zijn ik denk 3-4 kilometer verder en dat ding rijdt nog 110. Dus. Ook nog de mooie oude boordcomputer. Chris, deze trein ooit gaat updaten, dan hoop ik dat hij de switch tussen ATB en ATB-RG maakt. Dat zou ik wel erg leuk vinden. En misschien een ander passagiersaanzicht zou ik ook wel leuk vinden. Voor de rest voldoet deze trein eigenlijk nog perfect aan alle eisen. Misschien nog wat kleine detailtjes erbij, maar verder. Het is gewoon een mooi ding. Gewoon een dikke diesel. Ah nee. 2 seconden buiten om een screenshot te maken en gepakt door de ATB. Oh, yes, ATB RG. We kunnen de rem opheffen. Yes, gelukkig. Anders hadden we nu tot stilstand moeten komen. Gered door de ATB RG. Ja, voor de mensen die niet begrijpen wat ik bedoel, als we met ATB eerste generatie hadden gereden, dan had de ATB ons tot stilstand gebracht. Bij ATB RG is dat niet nodig en kan je dus gewoon uitgesteld remmen. En als je weer onder de remcurve zit, zegt ATB RG, ik vind het wel best, rij maar door. Dus je hoeft niet tot stilstand te komen. Goed, station Twello is 1 kilometer van ons verwijderd. Dat betekent dat wij onze rem gaan inzetten. Dus we zijn gered door de ATB RG, anders waren we nu neergezet. Omdat we buiten even een screenshot wilden maken. Dat zei ik ook weer aan het begin van het scenario, als ik door de ATB RG... Nou goed. Twello, station Twello. En daar zijn we, ondanks het remmen, toch keurig op tijd aangekomen. Met hier natuurlijk het huis waar de webcam aan hangt. Die bij station Twello hangt. Met het mooie stationsplein. Mooi gemaakt door Niels. Veel details. Leuk gedaan. Ik kan nog heel even wachten op vertrek. En de automobilisten maar wachten. Helaas is het in Train Simulator nog niet mogelijk om een stopdoorschakeling na te bootsen. Ik kan wel het sein op rood houden met een seinmarker. Maar de overwegen gaan wel gewoon dicht. En ja, in de herfst met regen zou het wel eens kunnen dat ze de stopdoorschakeling hebben uitgezet. En dan is het volledig realistisch. Ik kan zelfs glad spoor nog aanzetten, dan is mijn remcurve nog wat preciezer.
paar seconden, dan gaan we vertrekken. 8 uur 32 is over 10 seconden. En ons volgende station is natuurlijk station Deventer. En daar gaat de DM90. En als je goed hebt opgelet, zie je ook dat het linkersein rood is geworden, het P-sein. Dat betekent dat er een trein aankomt. Op het andere spoor. Zullen we waarschijnlijk over een paar seconden tegen gaan komen. En dan komen we zo direct aan bij station Deventer. En op station Deventer kunnen we weer eens even leuk praten over ProRail en saneren. Want een tijdje geleden zijn er werkzaamheden geweest bij station Deventer. En de wisselstraat is aangepast. Spoor 2 is in zijn geheel weggehaald, dus dat is het middenspoor. Maar het heeft wel als voordeel gehad dat we vanaf spoor 1 nu met 60 km per uur kunnen vertrekken in de richting van Almelo en Bad Bentheim en Enschede. Dus je gaat nu met spoor 1 in één keer naar links. En dat mag met 60, zoals ik al zei. Wat is er nog meer gedaan? Nog wat dingetjes, kleine dingetjes aangepast, geloof ik. Oh ja, het kruiswissel is eruit. Dus ja, dat scheelt een hoop centen. Hier komt de Intercity Berlijn, de tandenstatuur in Amsterdam. Getrokken door de 1700 natuurlijk. We hebben de 110 bereikt. En wij komen zo direct bij station Deventer. De trein geeft al aan dat we moeten gaan remmen naar 80 km per uur. Nog niet bereikt hebben, want het cijfer knipperde net nog. Nu niet meer, dus het is een vaste 4. Ja, ik was ooit naar Deventer met mijn neefje om naar de film te gaan. En toen zei ik ook, we gaan met de Duitse trein. Ja, waarom dan? Oh, die zit veel beter. Dus op de heenweg hadden we de firm. Het was een firm van Almelo naar Deventer. En toen op de terugweg de Duitse trein. Ja, die zat inderdaad een stuk beter. En er zat restauratie in, natuurlijk. Met ons eigen hokje. Wat hebben ze daar nog in de tweede klas? En zo komen we binnen op station Deventer. Ja, als gezegd, dit station is dus door ProRail gesaneerd. Ik wil zeggen, het middenspoor is eruit. En we kunnen straks met 60 uitrijden. Je hoeft ook niet meer over het goederenplacement. Ik begreep al dat dit was aangepast door de maker van deze route. Dus in een eventuele volgende versie zal dit ook aangepast zijn. Dus is het middenspoor wat je hier ziet liggen, dat spoor dus, is straks weg. Ik pak heel even de radar erbij, want wij moeten stoppen op Deventer spoor 3. Dat is dus op de kruiswissel. Rekening mee houden dat we niet doorrijden naar het volgende perrongedeelte, want dat klopt niet. Dan falen we het scenario weer links van onze ICRM-stam in de richting van Zwolle.
kijken tot waar die bronmarker loopt. Dus ongeveer tot hier. Zo. Station Deventer. Met een ICRM. En een DM90. De 1741, de Putten. Dat was in zijn laatste jaren een DDR-lok. Verpje aangereden. Wat ook leuk is om te zien hier is dat de Firm en de DM90 van hetzelfde treintype zijn. Klinkt misschien heel stom, maar als je goed kijkt, dan zie je dat Virm, net als SM90 en DM90, een beetje naar buiten loopt en dan weer die typische vorm naar binnen heeft. Nou, DM90 heeft dat ook. Dus deze treintypes die zijn op elkaar gebaseerd. Ja, eigenlijk allebei gebaseerd op SM90. En beide gemaakt door Talbot inderdaad. Klinkt misschien stom, maar ze zijn meer aan elkaar gelinkt dan je denkt. Hier vertrekt de ICRM-stam. Mogen wij ook al? Nee, wij mogen nog niet, dus we kunnen even rustig blijven kijken. Ook klaar voor vertrek. De conducteur heeft me gehoord. Ja, de situatie zoals je die hier dus ziet, die bestaat niet meer. Ik weet ook niet of alle sporen van Deventer nu 60 kilometer geworden zijn. Of dat alle wissels ook weggehaald zijn. Ik denk dat niet alles weg is hoor. Maar ik heb nog geen nieuwe cabinerit gezien van het stuk. Misschien dat ik daarna eens eventjes, daar ga ik eens even naar kijken als deze stream afgelopen is. Is dat wel interessant. Wij rollen ondertussen rustig station Deventer uit. Wij mogen optrekken naar 80 km per uur als de trein helemaal voorbij de 80 is. Dat wil zeggen, we gooien hem vast aan, want tegen de tijd dat we er voorbij zijn is dat ding eigenlijk opgeschakeld. En dan is onze volgende stop station Deventer Kolpschaten. En daar komen we al vrij snel aan als we de bocht naar links maken. In de richting van Almelo.
Kijk eens even, daar komt een ICM aangereden. Daar kunnen we wel eens even een plaatje van. De Olympische ICM. Als je een tier 3 sub bent, dan kan je ook koploper Olympische ICM erin gooien. Voor ieder ander gewoon koploper. Om een ICM in de chat te plaatsen. Ik word hier even met mijn neus op de ATB-feiten gedrukt. Ik was al aan het remmen, ATB. Veel harder ging niet. In verband met de regen. Helemaal afgeleid door een Olympische ICM, zo zie je maar. Wat is dat nou weer? Dat is een Duitse locomotief. Het is een goederentrein, denk ik. Daar gaan we niet uitgebreid naar kijken, of wel? Ah, wel. Gaan we wel even bij kijken. Wat is dit? Het is een containertrein. Wij mogen eerst. Ah. Naar de station Deventer, Kolomsgaten. Daar zijn we ruim op tijd. Ik zag in de verte al wat aankomen. Wat komt eraan? Dat is de stoptrein terug naar Apeldoorn. En die wordt gereden met DDR. Trekken 46, dus dat zal over ongeveer 30 seconden zijn. Twee mooie oude treinen op Deventer-Kolomsgaten. Beide rijden ze niet meer op de Nederlandse sporen. Maar de buffel is er nog wel. Er staan er nog een paar ergens weggestopt. Ik zag er laatst eentje in, hoe heet het, op Watergraafsmeer staat er ook nog eentje. Heeft iemand enig idee wat daarmee de bedoeling is? Thank you.
Goed, ons volgende station is... Even denken, Holte of Rijs. Welke was het ook weer? Holte. Holte. Over 14 kilometer. Misschien kunnen we de 130 halen met dit ding, jongens. Oh, dat hebben we al een keer gedaan. Dat werd door de ATB neergezet. Als je onder in beeld kan zien, langzaam maar gestaag, loopt de snelheid wel op. De bubbels zijn natuurlijk verkocht aan Polen. Rupku in chat in 3-2. Daar staan ze gekocht door de SKPL. De buffels staan nu ergens in Zuidoost-Polen, worden ze gereviseerd. Er zijn er al een aantal inmiddels gereviseerd, ik dacht een stuk of 3. Ze zijn alleen nog niet ingezet. En ze worden rood met een blauwe voorkant. Dus de voorkant blijft hetzelfde, die blijft gewoon deze kleur. Maar ze worden rood met een SKPL opschrift. Zag er best wel mooi uit. Misschien leuk om, om een keer achteraan te gaan tijdens een vakantie of zo. En de spoorlijn waar ze staan opgesteld, dat is dan weer grappig. Daar rijdt één keer per week een trein. Ja, die repaint die maakt erop sowieso. Maar het is ook echt een mooie repaint, moet ik zeggen. Of een mooi kleurenschema. Dus het is echt wel de moeite van het repainten waard ook. De lijn waar die buffels aan staan, dat is een station en... Vanaf daar gaat er een spoorlijn van Polen-Oekraïne in. Nou, die spoorlijn die is dus vanwege de oorlog die Rusland nu voert met Oekraïne opnieuw geactiveerd om vluchtelingen te vervoeren. Maar daar reed vroeger dus één keer per week een trein. Maar het schijnt dus dat die buffels al een keertje naar Oekraïne zijn geweest om daar vluchtelingen op te halen. Maar dat is allemaal, er zijn geen foto's van voor zover ik weet. Er zijn ook wel belangrijkere dingen te doen op dat moment natuurlijk. Terugschakelen, want we hebben de 130 gehaald. Maar ze hebben dus een hele spoorlijn opnieuw gereactiveerd om die vluchtelingen te kunnen ophalen. Dat laat wel het verschil zien tussen Polen en Nederland. Er komt weer een trein aangereden. Wat voor trein is dat? Dat lijkt me een goederentrein. Daar gelijk in, ja, daar heb ik gelijk in. Daar komt een kolenboer. Maar goed, in principe is het de bedoeling dat de DM90's die gekocht zijn door de SKPL... door heel Polen diensten gaan vervangen. Ze gaan als het goed is die oude Duitse dingen vervangen. Maar goed, de zekerheid is onder de deur. Het kan ook zijn dat men gewoon extra treinen gaat inzetten. Grappig, ik blijf steeds maar opschakelen en steeds blijft hij maar afremmen. De tweede buffel is nu bijna klaar. Nou, daar hebben ze even voor nodig gehad. Als ik op 85% zet, dan blijft hij 130 rijden. Kijk, dat is tenminste mooi. Dat is handig om te weten. 85%, 130. Daar hoef je niks voor te doen. Gratis cruise control. Holte over 5 kilometer en wij zien weer wat frontseintjes aankomen. Er komt iets blauws aan. Dat zal de Randstad of de Lage Landen ICM zijn. Drie ICM's stellen de Lage Landen, de Olympische en de reguliere. Mooi.
bochtje naar rechts. En dan komen we op het lange rechte stuk richting Holten. Als kind was ik eens verbaasd dat de gekke 4444 met twee eerste klas bakken eens opdook hier. Als Intercity of als... Als stoptrein. Als stoptrein is lachen, gieren, brullen natuurlijk. Dan heb je maar twee bakken eigenlijk. Nou, volgens mij had die 4444 die had als inzetgebied vooral Den Haag-Groningen. Maar die werd dan tussen de weet je, in de middag dat hij weer... Dat hij in Den Haag stond, dan ging hij volgens mij een keertje heen en weer naar Enschede. En dan ging hij daarna meteen weer terug naar Groningen. Holten over 1,5 kilometer. Ik heb nog even kenbord gezien. Dat zou hier toch wel moeten komen, zo ongeveer. Is die hier? Ja, dat is hem. Eindelijk. Wat voor scenario rijden we? We rijden een DM90 scenario van Apeldoorn naar Almelo. En we zijn momenteel aan het afremmen voor station Holten. Zoals het een goede machinist van een S betaamt, rijden we 40 km per uur puntje per om. Station Holten. /59. Dat is wel goed. Jeetje. Staan we hier gewoon 4 minuten te wachten. Nou, echt goed toch? Ja, 59. Arrive and depart. Dat is wel heel lang. Ja, daar sta je dan in the middle of nowhere. Een of ander gehucht met je DM90. Wordt lachen, want deze spoorwegovergang gaat sowieso in de storing als we hier 5 minuten staan. Dankjewel voor je muziekje, always. Maar goed, laten we de... Jullie zeggen niks, hè, tegen Polen. Zo. Kijk, we gaan de overwegen weer netjes open. Alsof er niks aan de hand is. Zo direct vlak voordat we beginnen, dan... Oh nee. Dankjewel, always. Waarom gaan die spoorwegovergangen nou weer dicht? Gaan ze nou meteen weer open.
een stukje achteruit rijden. Nee, als je in je cabine gaat zitten, dan gaan ze kennelijk automatisch weer naar beneden. Even wat seconden skippen, want anders duurt het wel heel lang. Linkerzijn gaat op rood. Zo. Dan richt ik weer naar voren in plaats van naar achteren. Stap lekker clip neer, dankjewel dat je er was. Le train TER à destination de Almelo entrée en gare, voie 1. Et demi-foot à la porte du quai, s'il vous plaît. Dankjewel voor de omroep, Julien. En wij gaan op naar Rijssen. Station Rijssen. Maar ja, we zijn er nog niet. In dit slechte weer. We komen zo direct langs een heel bekend spotplekje. Maar zeg ik het ook elke keer als we hier rijden, maar ik blijf het gewoon zeggen. Een van de weinige plaatsen waar ProRail nog geen hek heeft geplaatst. Oh, mat 64. Kijk eens even. Ja, we rijden op de 7000 inderdaad. Dankjewel Always voor je schaap. Voor de mensen op YouTube is dat heel verwarrend volgens mij. Want die horen die geluidjes niet, die zet ik altijd uit. Tenminste, ik kan ze uitzetten. Dingen voor je schaap, wat doe jij nou? Ze kunnen hier tegen bits kunnen ze schaapgeluiden afspelen. Dat klinkt dan ongeveer zo. Ja, dat speelt dan af op de stream. En waarom een schaap, weet ik niet. Vond ik leuk. Station Rijssen gaan we dan waarschijnlijk weer wat te laat zijn. Ah, 4 kilometer, 4 minuten. Moet lukken. Hoe dit? Speelde niks af op stream. Moment. Jullie hoorden dat schaap toch wel? Ja, nee, er speelde niks af op stream, maar ik ga dat er later in monteren natuurlijk. Maar jullie draaiorgels en dat soort dingen, die zijn wel afgespeeld, mag ik hopen, toch? Julian, wat een lucht. Echt, ga mijn trein uit in Rijssen. Je vindt het daar toch zo bruut? Ga daar lekker lopen rusten, pak de volgende trein maar. Wat een lucht, echt. Wij komen zo direct aan bij station Rijssen. We duiken zo direct de bocht in. 120 km per uur maximaal. Nou, onze ATB is tevreden. Dat is mooi.
En wij zetten ondertussen de remming in. Dat bij station Rijs hoeven we niet op het puntje van het perron te stoppen, maar ergens midden. Dus ietsje eerder remmen is dan wel handig, terwijl de Intercity naar Den Haag of Rotterdam, een van beide, er voorbij komt. Goed, daar kijken we niet naar, want het is firm. Daar houden we niet van. Pleugde maar bij het bakbordje 4 neer. Ja, dat was ik wel van plan, ja. Onze sein is nog rood. Nee, het is niet ons sein. Anders had onze ATB en G wel lopen zeuren dat we hadden moeten stoppen. Ik zet hem wel heel zachtjes neer. Dat had wel iets harder gekund. Zo. Het bordje 4. Zo, Rijzen, station Rijzen. Waar het best wel druk is op het perron. Meneer, ik weet niet waar u heen gaat, maar u loopt recht op me af. Meneer, hallo, hallo. Jongen, jongen. Komt er nog meer? Ja, er komt nog meer. Nou, op, instappen, ik wil een plaatje. Klik. Kijk eens eventjes, hier komt tenminste de kwaliteit voorbij. Hopsakee, de koploper. Een volle bak. Twee keer ICM3. Ja, de ICM zit snel achter de veer, maar het kan gewoon zijn dat het er leeg is, hè. Dat ze gewoon aan het overbrengen zijn van bijvoorbeeld Hengelo naar Deventer of andersom. Of een extra trein, of een vertraagde trein, je weet het allemaal niet. Ook leuk, zitten de lampjes die hier op zitten, die werken. Aan is remmen, uit is remmen gelost. En onze volgende stop is station Vierden. Wordt blauw net ook Rijs? Ik vind het zo'n stomme naam. De Valleilijn die gaat ook over op Rijs. Zo mooi, heb je zo'n mooie naam, de Valleilijn, en dan maak je er Rijs van. Als je nu denkt van noem het gewoon Rijs, nee, want er staan 3 R, dus het is Rijs. Of Rijs. Wat u het liefst heeft, dan ik doe Rijs. Weet je, het kost ook allemaal weer geld. Dat vind ik, dat vind ik nog wat jammer. Dat kost, weet je, je hebt Valleilijn. Protus is al blauw. Maar nee, er moet weer een nieuwe stickerlaag op. En er moet het allemaal, alles moet weer aangepast. En de boarding moet weer aangepast. Welkom in de Valleilijn. Nee, welkom in de Rijs. Het sprinten naar Barneveld Centrum en Barneveld Zuid. Nou,
Het is allemaal weer aangepast. Het kost allemaal weer klauwen vol met geld. En zo betalen we met z'n allen weer allerlei dingen wat helemaal nergens mee te maken heeft. Behalve vervoer. Weet je ook bijvoorbeeld, weet je, hier in Alkmaar is het ook, dan heet het overal. Maar ja goed, zoals Julian het treffend in zijn videotitel toegedaan. Overal, maar je komt er nergens mee. Nou, dat is gewoon een feit. En ik woon in Alkmaar, dus ik kan het weten. Busvervoer hier is echt op te janken. Afremmen naar 110 km per uur. Dat is de bocht bij Wierde. Over 3 kilometertjes. Zetten hem op 85%. Dan blijft hij 130 rijden. Hier komt een SGM'tje. Ons tegemoet. Twee keer SGM 2. Dat mag niet, volgens mij. Want SGM 2 dat mag niet in zijn uppie rijden. Sinds... dat die geen magneetremmen hebben. Of geen schijfremmen. Nou ja, in ieder geval, die hadden een bepaalde remtype, hadden ze niet. En SGM 3 wel. Dus alleen als ze in combinatie reden met, mocht het wel. Ja, het is moeilijk te bevatten dat het dan weer een jaar terug is dat het hele spulletje buiten dienst gegaan is. Dat we met z'n allen nog in totale paniek achter de 2995 aan moesten omdat hij een blauw neusje had gekregen. En opschriften. Ja, inderdaad, always. RIP SGM. Afremmen naar 140. Het was inderdaad in de herfst- en winterperiode, M. Geurts. Dat klopt. Het had iets te maken met een type rem wat ze niet hadden. Dames en heren, het volgende station is station Wierde. Hier kunt u overstappen op de trein in de richting van Raalte en Zwolle. Deze stoptrein gaat verder in de richting van Almelo. Nu eerst station Wierden. Mensen, jullie staan allemaal te wachten hier op perron, maar je kan gewoon instappen. Hè? Even kijken, hoe lang moeten wij hier staan? We moesten om 13 aankomen. Nou, over 1 minuutje mogen we alweer vertrekken. Ik weet dat de stoptrein in de richting van Apeldoorn, toen ik hier stond te spotten, stonden die hier ook 5 minuten aan de kant. We stonden gewoon hier een beetje dom te wachten. Was toen nog mat 64. En ook daar. De spoorovergang gaat wat laat dicht. Bij de lift over het hek. Zo. Camera hier. Hopen dat er geen trein van achteren komt.
En dan gaan we nu naar onze eindbestemming en dat is station Almelo. De brug over het Twentekanaal. En daarmee gaan wij remmen voor station Almelo. Geel zijn. Even iets harder rem dan normaal. Is ons sein nog rood? Ja, ons sein is nog rood. Zegt het herhaal sein. Dames en heren, een hele goede middag. En het volgende station is station Almelo. Helaas is het spoor op station Almelo nog niet vrij, daarom moeten we nog heel even wachten. Als het sein veilig is, dan kunt u in Almelo nog overstappen voor de richting Marienberg. En voor de richting Almelo-Driet, Borne, Hengelo en voor de richting Enschede. Zo direct dus station Almelo, eindpunt van deze trein. Even kijken, waar staan wij op te wachten? Wij zien hier een hele hoop materieel. Een darretje, een SGM'tje. Allemaal hartstikke mooi. Maar ons spoor is nog bezet door een DE2'tje van Oostnet. Kijk eens eventjes. Daar gaat het ding. Iets van Oostnet van Sintes is die. De overstap naar Marienberg, die hebben jullie helaas gemist, vrees ik. Die zullen we hier zo wel voorbij zien komen. Links afslaat, gok ik. Ons sein is veilig, we mogen optrekken naar 40 km per uur. En daar gaat het DE2'tje. Kijk eens eventjes wat poppen. Even kijken of wij daar een screenshot van kunnen maken. F2. F12 bedoel ik. Wisseling van de wacht in Almelo.
Oh, jammer dat het portaal er zo lelijk in staat. Niks aan te doen. Zo, 42 km per uur, dat is hard zat. En zo rollen wij station Almelo in. Dames en heren, volgend station is station Almelo. Zoals gezegd, hier kunt u overstappen voor de richting Enschede, de richting Marienberg. Dit is het eindpunt van deze trein. U wordt dus allen verzocht om uit of over te stappen. Station Almelo, eindpunt van deze trein. Zo worden wij gesandwiched tussen twee treinen. En zo zijn we aangekomen op het eindpunt van onze rit. Uitwissers mogen uit. Drukke boel hier in Almelo. We kunnen alvast gaan opbouwen. Goedemorgen, machinist. U bent veilig aangekomen op station Almelo. U kunt genieten van een korte rustpauze. En u klaarmaken voor de volgende rit. Groet. Gek idee in samenwerking met koploper Mau. Als je het scenario zelf wil rijden, ga dan even naar thechips.nl. Daar is het scenario te downloaden voor de Achterhoek en Twente lijnen. Wees er enigszins snel bij, want als er een update van de route uitkomt, dan werkt het waarschijnlijk niet meer in verband met het wijzigen van station Deventer. Dus ik kan hem van harte aanbevelen. Gemaakt door Gek idee. Ik heb gevraagd of Gek idee dit wilde maken. Gek idee, dankjewel voor het maken van dit scenario. Nogmaals, het is te downloaden op dutchsims.nl. Ik dank jullie voor het kijken naar deze Train Simulator video. Volg mij op YouTube, volg mij ook op Twitch als je een keer live mee wil kijken. En ik zie jullie graag terug bij een volgende video van Train Simulator.